Dit is de KRO op Radio 2 met alweer het laatste programma op deze vrijdag. Het hoorspel Aarde der Mensen. Het is een hoorspel in vier delen naar een roman van Pramudia Anantatur. Het eerste deel is een raadselachtige familie. U hoort de stemmen van Joop van der Donk, Wieteke van Dort, Reinier Heideman, Louis Houet, Bert van der Linden, Willem Nijholt, Wim Serli, Frans Somers, Bert Stegeman, Ingrid Uitenbogart en Hans Veerman. Dit is mijn eiland, Java, Nederlands Oost-Indië. Het is het jaar van het kolonialisme, 1898, 31 augustus. Wees begroet met jubeltonen, wees gezegend, grote dag. Leef onze koningin, Wilhelmina! Bij de gratie Gods koningin der Nederlanden en van gebiedsdeel over zee, prinses van Oranje-Nassau, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Hoera! 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 Het postzegelmeisje, Wilhelmina van Oranje, het loshangende haar nu opgebonden onder de rijkskroon, bestijgt ver weg in Amsterdam de troon. Ik lig 's avonds huilend op bed met haar foto. De foto van het meisje met loshangend haar. Mijn koningin. De godin van de schoonheid. Rijk, machtig, oogverblindend. Van deze Oost-Javaanse jongen, uit Blora bij Surabaya, ga ik u het verhaal vertellen. Ik heb het al eerder verteld, aan mijn lotgenoten in het gevangenkamp op het eiland Buru, waar ik na de anti-Sukarno-coup in 1965 18 jaar gevangen werd gehouden. Toen ik werd vrijgelaten, heb ik het opgeschreven en Aarde der Mensen genoemd. Maar het boek werd verboden door de Suharto-regering. Nu woon ik in Jakarta, onder politietoezicht, elke dag opnieuw met arrestatie bedreigd. Orang memanggil aku Minke. Iedereen noemde hem Minke. Met die zin begint mijn verhaal. De jongen hield niet van die naam. Ik heb nooit iemand verteld hoe ik aan die naam ben gekomen. Zelfs niet aan Annelies. Hoe heet jouw gast, Annelies? Nou zeg dan, hoe heet jij? Oh, je bent een Javaan. Je bent niet eens een Indo. Je hebt geen achternaam. Maar hoe noemen ze je dan? Ze noemen Minke, mama. Ah, zo heet toch geen mens? Dat is toch geen naam? Wat sta je rond te kijken? Het is zo'n mooi huis. Het landgoed van een Hollandse ondernemer bij Surabaya, Herman Mellema, die daar woont met zijn Njai, zijn Javaanse bijzit, en zijn Indo-zoon en dochter. Wat is ze mooi, Annelies. Haast zo mooi als het meisje met loshangend haar op mijn foto. Hoe kwam die jongen daar? De eerste volbloed Javaan uit de regentengeslacht die in Surabaya naar de HBS mocht. Ik begin opnieuw. Ik lig 's avonds huilend op bed met haar foto. De foto van het meisje met loshangend haar. Mijn koningin. De godin van de schoonheid. Rijk, machtig, oogverblindend. Geboren, net als ik, op 31 augustus. Net als ik, 18 jaar. Haar gesternte verhief haar tot vorstin. Het mijne heeft mij voorgoed tot onderdaan bestempeld. Hoeveel ik van haar hou. Zij zal nooit weten dat er een onderdaan Minke bestaat. Daar ligt de jonge held Arjuna zelf. Minke doet het met een foto. Javanen zijn zwijnen.
Ze zijn alleen maar buik. Ik schaam mij omdat Robert Zuurhof, een Indo-klasgenoot, mij op mijn kamer in mijn ontreddering betrapt. Er zijn mensen, Hollanders, mindere mensen, gemengdbloedigen of Indo's, en ondermensen, Javanen, aapachtigen zonder naam. Maar de tussensoort, die Indo's, die hebben het, denk ik, het moeilijkst. Geen vlees en geen vis. Minke doet het met een foto. Man, wat heb jij nou aan een plaatje? Bestaan er hier in Surabaya geen meisjes van vlees en bloed? Ik weet er een van jou. Een ware godendochter. Wil je haar, Minke Buik? Ik breng jou naar haar toe. Ze woont buiten Surabaya. Ik breng jou morgen met een dokker naar haar toe. De volgende middag. Zuurhof en Minke op een landweg buiten Surabaya. Bamboeheggen, bosperselen, zilverglinsterende natte rijstvelden en ver weg de bergen als stille kluizenaars. Stoppen, hier is het. Oh, hier? Een hek met een bord, boerderij buitenzorg. Heel Surabaya weet wie hier woont. De steenrijke Mellema, een Hollandse landbouwondernemer. Maar geen sterveling die hem hier ooit ziet. Achter het hek een lange Madurees als een onheilspellende waakhond. Dolkmes in de gordel. Dreigende snor. Scheef spiedende ogen. Wat moet ik hier? Hoe krijgt Zuurhof mij hier naar binnen? Rob! Ja! Hij kent de zoon. Ik kom! Daar komt hij. Een Europees gezicht, maar de huid van een Indo. Zo oud als ik, denk ik. Lang, recht en stevig gebouwd. Hij kijkt mij niet aan. Hij geeft mij geen hand. Hij loenst weg. Hij brengt ons het huis binnen. Ik heet Annelies Mellema. Hoe heet jij? Blanke huid, Europees gezicht, maar blauw, zwart, glad haar en Javaanse ogen. Hoe heet jouw gast, Annelies? Een Javaanse vrouw, precies mijn moeder, maar niet zo onderdanig. Ze draagt kain en kabaya en zwart fluwelen slippers met zilver geborduurd. Ze noemen hem Minke, mama. Zo heet toch geen mens. Dat is toch geen naam. Wat sta je rond te kijken? Het is zo'n mooi huis. Die jetty houten wanden. Een portret van koningin Emma. Ga toch zitten, Minke. Hoe noem ik deze vrouw? Is ze een bijzit, een njai? Of is ze getrouwd? Mevrouw Mellema. Vind je dat een mooi beeld? Je staart maar naar die hoek. Dat is een Egyptisch bronsje. Een Nefertiti. Een Javaanse die over kunstgeschiedenis praat. Leuk dat je er bent. Niemand zoekt ons nog op. Iedereen is bang om hier te komen. Zelfs mijn vroegere vriendinnen. Vroegere vriendinnen? Wat is hier gebeurd? Daardoor blijft Annelies veel te veel op zichzelf. Ze is een Indo, maar ze wil niet met Indo's omgaan. Ik ben geen Indo. Ik ben een Inlandse, zoals u. Gedraag je erop. Ik hoef van jou geen bevelen aan te nemen. Nee, jij krijgt je bevelen van jouw vader. Als vader komt, jij. Vader, die komt en die gaat. Dit is mijn huis. Dat is zijn huis niet meer. Dit is een gevaarlijk huis, Minke, voor jonge jongens zoals jij. Het huis van een njai die haar eer heeft vergooid voor een luxueus leven. Met haar omgaan, besmet. Met haar omgaan, besmet. Ik vertel u het verhaal van Njai Ontosoro, zoals zij het op een nacht vertelde aan haar dochter Annelies, die niet kon slapen omdat ze die middag door Minke was gekust. Een dorp in Oost-Java, 20 jaar geleden. Ik woon met mijn ouders en mijn broer. Vader wordt Sastrotomo genoemd, wat betekent eerste klerk. Hij is overijverig, ambitieus. Hij wordt met angst en beven geacht. Hij zit netjes aangekleed.
Hij zit de hele dag op kantoor van de suikerfabriek. Maar hij is niet tevreden. Hij wil geen klerk blijven. Hij wil kassier worden op de fabriek. Hij wil als betaalmeester macht over de opzichters. Hij wil dat de handelaars voor hem buigen. Dat de heren hem groeten in het Maleis. Hij wil kunnen zeggen tegen het werkvolk, ga daar zitten op die bank. Wacht tot ik uitbetaal. En jij, man? Ik ben 13 jaar. Ik ben studeer al. Ik ben oud genoeg om mijn vader gade te slaan. En ik heb mededogen met hem. Ik zie hoe hij buiten de dorpsgemeenschap komt te staan. Hoe iedereen walgt van zijn gekruip. Hoe moeder mager wordt van schaamte. Dan komt er een nieuwe grote heer op de fabriek. Hij is ouder dan mijn vader, maar nog vrijgezel, zoals zoveel van die Hollanders die naar Indië komen. En een gefluister gaat rond in de Dessa. Mijn vader heeft hem een vrouw aangeboden, maar de nieuwe grote heer nam het aanbod niet aan. Maar het fluisteren houdt aan. Je zult nog zien, fluisterde Dessa. Zuster Thomas' dochter is net huwbaar geworden. En ze is mooi. Ze is de bloem van Tulangan. De sterren van Sidwardjo, de mooiste van de hele streek. Straks piept de klerk zuster Tomo, die kassier wil worden, zijn eigen mooie dochter nog aan de nieuwe grote heer aan. En ook blanke mannen zijn niet van steen. En toen kwam die avond. Ik was midden 30, administrateur van een suikerfabriek. De fabrieksklerk Sastro Tommo nodigt me uit bij zich thuis. Ik kom het voorvertrek binnen. Hij roept zijn dochter om koffie en koekjes. Ze komt trillend binnen. Kijkt me niet aan, maar houdt haar hoofd diep gebogen. Ze ziet alleen mijn grote voeten, denk ik. En ik schuif ze onder mijn stoel. Ik kan geen oog van haar afhouden. Een mooiere gazelle heb ik nooit eerder gezien. Dit is mijn dochter, grote heer, zegt de kruipelige klerk, die altijd mijn weerzin opwekt. Voor ik het weet, hoor ik me zeggen, je dochter is al groot, het wordt hoog tijd voor een schoonzoon. Ik ben zelf verbaasd over de klank in mijn stem. Dan duurt het niet lang meer of het onvermijdelijke gebeurt. Ikem! Ja, vader? Kniel neer en luister. Ja, vader. Zeg jouw moeder jouw kleren in te pakken. Kleed je mooi aan, maak je mooi op. Wij gaan naar het huis van de grote heer. Kijk als jij wegrijdt voor het laatst naar dit huis. Het is jouw huis niet meer. De grote heer staat op het bordes. Zijn ogen glinsteren. Hij glimlacht voor genoeg. Binnen betaalt hij aan mijn vader 25 gulden en tekent een overeenkomst dat vader binnen 2 jaar op de fabriek zal worden aangesteld als kassier. Ik voelde mij alsof ik geen ziel meer had. Alsof ik een wajangpop was in de greep van de dalang. Slaap je al, Annelies? Mam, nu zou ik kunnen slapen. Ik wil dat jij goed trouwt. Ja. Met een man die je zelf wilt. Mm-mm. Het leven van een jij is geen leven. Ze is een slavin. Die kan worden weggejaagd zoals ze niet langer voldoet. Die kan worden weggejaagd samen met haar kinderen. Op wie Hollander, Indo en Java neerkijken, omdat het bastard zijn. Ik ben als een veulen voor 25 gulden verkocht aan een man van wie ik de naam niet eens kende. Maar nu hoed ik mijn dochters recht op geluk. Toen Herman Mellema, jouw vader, na een paar jaar hier bij Surabaya een eigen landbouwbedrijf begon, heb ik naast hem gezocht om de onderneming tot bloei te brengen.
dat welstand zal vergoeden wat jij aan geboorte tekort kwam. Ik heb mij opgewerkt tot veel meer dan een jai. Ik werd jouw vader zijn rechterhand. Ik ben westers geworden. Ik heb al hun talen geleerd. Ik heb rekenen geleerd, boekhouden. Ik heb mij bekwaamd in wetenschappelijke landbouw en veeteeltmethoden. Slaap je al, Annelies? Mam, hoe zou ik kunnen slapen? Ik ben vooruitgelopen op mijn verhaal. Minke heeft Annelies nog niet gekust. Dat deed hij 's middags, toen ze de onderneming liet zien. Voor die onheilspellende avond. Mooi fluitje heb je gesneden. Klinkt mooi. Alleen een beetje droevig. Ach, ik weet niet waar ik sterven zal. Saïdja die je bent. Een lied voor Adinda. Ken je Multatuli? Ik wil ook schrijver worden. Ja? Ik wil schrijven over mijn land, voor mijn volk. Wij hebben geluk dat wij zijn geboren in een tijd vol beloften. De wetenschap brengt vooruitgang en menselijkheid. Je kan per trein al in 3 dagen van Batavia naar Surabaya. Ja. Als ik Stephenson ooit tegenkom, ik omkrans hem met een guirlande van orchideeën. En de fotografie. Je kunt alle landen met eigen ogen zien. Over alles leren. Landschappen, beroemde mensen, nieuwe uitvindingen, wolkenkrabbers. En er zijn ook mooie, niet alleen maar nuttige foto's. Hey, ken jij die foto van het meisje met het loshangend haar? Ja, de foto van de Helmina die vandaag wordt gekroond. Oh, ik was verliefd op die foto. Ik vond haar het mooiste meisje dat ik ooit had gezien. Hoe dan had gezien? Nou vind ik jou mooier. Ik? Hello, wat doe je nou? Ik spring over de beek. Je verliest je sandaal. Jouw sandaal ligt lekker hier. Maar dan spring ik terug. En ik vang jou op in mijn armen. Hey, wat doe je nou? Ik kus jou op jouw wang. Sorry, sorry, sorry. Annelies, wat is er nou? Zeg dan. Ben je boos? Maar... Oh, we moeten naar huis. We moeten gaan eten, ja? Komt Rob ook eten? Hou op over Rob! En jouw vader dan? Atoe, Annelies, wacht nog even. Ik kom op. Dan het avondeten in de Hollandse Kamer. Met het portret van koningin Emma en de fonograaf met Europese muziek. Jai, Minke, Annelies, Rob. Wat heb jij vanmiddag gedaan? Met Zuurhof gewandeld? Moesten we anders. Die twee hadden ons niet nodig. Is Zuurhof al naar huis? Wat zou hij hier zo lang moeten doen? Het is hier de dood in de pot. Er wordt niet meer gepraat. De avond is zwoel. Er steekt een harde wind op. Op de veranda verschijnt de lange Madurees met het dolkmes in zijn gordel. Zijn dreigende snor en scheef spiedende ogen. In het melkwitte licht lijkt de kamer vredig en gezellig. Maar mij bekruipt een gevoel alsof ik van buitenaf naar het huis sta te kijken. Het is of het versombert. Het krijgt in het duister iets onheilspellends. Waar leef jij van, Minke? Krijg je genoeg van thuis of moet je bijverdienen? Ik doe in meubels. Heb je een werkplaats? Een vriend van mij heeft een werkplaats. Ik ben zijn acquisiteur. Ik ga met zijn prospectus rond op schepen en bij Hollanders die net zijn aangekomen. Jij bent ondernemend? Een ondernemende Javaan? Als jij... Ik heb van vader ondernemingszin genoeg. Jij verkoopt alles wat hier los en vast is. Uit de keuken, uit het huis, uit het kantoor. Jij zet het personeel aan tot stenen. Je houdt me tekort. Waar moet ik alles van leven? Wat jij leven noemt. Jij wilt niet naar school. Jij ducht nergens voor. En waarom hoeft Annelies niet naar school? Waarom heb je er 5 jaar geleden van school genomen? Rob. Houd hem buiten. Zal ik die Javaan eens vertellen wat dit voor gezin is? Rob. Zal ik hem vertellen wat hij eenmaal toch over jou te weten zal komen? De lange Madurees staat niet meer op de veranda. Hij verschijnt nu in de deur. Wat is er daar, Sam? Ik dacht dat iemand u lastig viel, njai. Wie zou mij lastig vallen? Ik zit gewoon te eten met mijn gezin. Wou jij me weer in je dolkmes rijgen? Wat is dit voor gezin waar de zoon des huizes kans loopt te worden vermoord?
Waarom ben jij zo verbitterd? Jij hebt het portret van vader verbrand. Ja, en toen jij het mijne. De stilte. De felle wind. En het geluid van een naderende dokker. Niemand eet meer. Iedereen luistert. De dokker houdt stil voor het huis. Annelies. Wat is het nou toch? Mijn god. Ja, zal ik... Laat maar dan, Sam. Doe maar niks. Europeaan. Lang, groot, met dikke buik, verfomfaaide kleren, grijs-wit, verward haar, zware wenkbrauwen in kalkstenen gezicht. Ik sla mijn blik bang neer. Zie zijn stoffige schoenen waar de veters bij hangen. Hij staart naar mij. Herman Mellema. Wie gaf jou toestemming hier te komen, bruine aap? Hij is mijn gast. Geen apen in mijn huis. Jouw huis? Jij hebt geen enkel recht in dit huis. Je weet je kamer. Daar staan, breng hem naar boven. Java, mijn eiland, in het koloniale jaar 1898, toen Wilhelmina van Oranje, 18 jaar oud, als koningin der Nederlanden en van de gebiedsdelen over zee, ver weg in Amsterdam de troon besteeg. Dit was het begin van het verhaal dat ik u wil vertellen over de Javaanse HBS'er Minke en de raadselachtige familie Mellema. Een ingewikkeld verhaal. De meestal afwezige Hollandse vader, die door zijn Javaanse bijzit Njai Ontosoro wordt geringeloord, zijn Indo-bastardkinderen en de jonge Javaan die westers wil denken en schrijver wil worden en zich al een pseudoniem heeft gekozen, Max Stollenaar. Een naam die niet weinig op Max Havelaar lijkt. Maar iedereen noemde hem Minke. Vanuit Europees oogpunt hebben Javanen geen naam. Een onderwijzer vond het woord een keer spontaan in zijn drift. Een naam tussen Min, Manke en Monkey. De klas joelde van pret. O, aarde der mensen. Net, smeltkroes en web. Als Minke, Manke, Monkey, Max Stollenaar die avond van het kroningsfeest terugkomt op zijn kamer in zijn kosthuis in Surabaya, vindt hij daar drie brieven met poststempel Blora. Hij maakt ze niet open, hij vergeet ze. Dat had hij beter niet kunnen doen. U heeft geluisterd naar het eerste deel van het hoorspel Aarde der Mensen in een bewerking van Jan Staring.
U hoorde de stemmen van Joop van der Donk, Wieteke van Dort, Reinier Heideman, Louis Houet, Bert van der Linden, Willem Nijholt, Wim Serli, Frans Somers, Bert Stegeman, Ingrid Uitenbogaert en Hans Veerman. Vertaling Ina Slemmet-Welsink, inspiciënt Monique van Driel, techniek John van Waas en Rob de Kordegroot en regie Johan Dronkers.